Al sinds lange tijd proberen wetenschappers alle levende wezens in te delen in verschillende soorten. Dit noemen we ordening. Wij leren dat we organismen, want zo noem je levende wezens, indeelt in vier rijken. Dieren, planten, schimmels en bacteriën. Bij het verdelen letten we op de cellen. Cellen zijn de kleinste bouwstenen van een organisme. Meerdere cellen met dezelfde vorm en functie noemen we een weefsel. En verschillende weefsels, die samen één taak hebben, noemen we een orgaan. Organen die samenwerken vormen een orgaanstelsel en alle orgaanstelsels samen zijn één organisme. Er zijn vier rijken met vier verschillende cellen. We kijken eerst naar de dieren, in de dierlijke cel. Mensen horen ook bij de dieren. Een dierlijke cel is erg ingewikkeld met verschillende onderdelen, maar we letten er maar op drie. Celmembraan, celkern en cytoplasma. In de celkern zit het DNA van de cel. Een van de kenmerken van de dieren is de aanwezigheid van een skelet. Dit kan aan de binnenkant zitten, zoals bij de meeste zoogdieren. Dat noemen we een inwendig skelet. Of aan de buitenkant en dan noemen we het een uitwendig skelet. Nu de planten. Een plantencel bestaat eigenlijk net als een dierlijke cel uit heel veel verschillende onderdelen. Plantencellen zijn heel goed te bekijken met een microscoop, zoals de cellen van een waterpers bijvoorbeeld. Bij plantencellen vinden we 6 onderdelen heel belangrijk. De celwand, celmembraan, vacuolen, dat is eigenlijk een soort blaasje met water, voornamelijk water. Cytoplasma, met daarin de bladgroenkorrels en de celkern. Planten die zijn vaak groen vanwege de aanwezigheid van de bladgroenkorrels en die zorgen voor de fotosynthese. Planten zijn er in vele soorten en maten. Enorme bomen, zoals de sequoia, maar ook kleine exemplaren zoals eendekroos of algen in het water. Als laatste kijken we naar de schimmels en de bacteriën. De cellen van deze organismen hebben ook wel veel verschillende onderdelen, maar vooral bacteriën zijn echt een stuk eenvoudiger. Een schimmelcel die lijkt op een plantencel, maar dan zonder bladgroenkorrels. En bij schimmels denken we vaak aan bedorven voedsel, waar schimmels graag op groeien. Schimmels helpen daarom ook bij het rottingsproces in de natuur. Maar naast deze harige schimmels horen ook bijvoorbeeld paddenstoelen bij de schimmels. En we eten ook schimmels, bijvoorbeeld in de vorm van paddenstoelen zoals champignons, maar ook in schimmelkaas zoals brie of camembert. Zoals ik al zei, zijn bacteriën wat eenvoudiger. Bacteriën hebben wel een celwand, maar bijvoorbeeld geen celkern. Het DNA dat zit gewoon los in het cytoplasma. Bacteriecellen zijn in verhouding erg klein. En zijn er ook in allerlei soorten. Bacteriën kan je kweken op een voedingsbodem, zoals hier de Legionella bacterie. En bacteriën zijn belangrijke ziekteverwekkers, maar zijn ook nuttig. Ze helpen ons bij de afweer en de spijsvertering en daarom stoppen we deze nuttige bacteriën ook in drankjes, zoals je koelt. Maar gebruiken ze ook om yoghurt te maken. Ten slotte nog een overzicht van de 4 cellen en de 4 rijken en hun onderdelen. Als we dus goed kijken naar de cellen, kunnen we alle organismen indelen in één van de 4 rijken.